Goedemorgen, guys. Happy Monday. Ik kom net van mijn werk en oh my god. Oh, er was een ongeluk gebeurd. En ik heb helemaal terug moeten rijden en helemaal een omweg moeten maken. Oh my god, het is nu 8:30. Oh, ik kan niet meer en ik moet zo gaan plassen. Ik doe echt in mijn broek. Ik ga eens mijn rugzak eruit halen. Of wacht, nee, eerst mijn sleutels. Oh shit. Ik heb echt zin om in mijn broek te doen. Gewoon hier te blijven staan en mijn broek te doen. Er is toch niemand thuis. Allee, ik hoop dat er niemand thuis is. Oh, ik kan niet meer. Er komt zo'n punt in je leven dat je zegt: let it go, let it go. Echt. Jezus. Mijn kookplaat is zo vuil. I don't know. Ik weet niet wat er aan de hand is met mijn kookplaat, maar het is super vuil. Mijn douche kan gewoon mijn pinoir nog uit mijn wasmachine doen, dat die al kan drogen. Oh, Jesus. Dat lijkt nog goed. Oké, ik ga wat douchen, guys. Ik weet niet of ik te veel honger heb of gewoon aan het flauwvallen ben. Het is één van de twee. Oh, en het is zo koud, hè. Dat is wel een nadeel als je een stenen vloer hebt. Oh, die is, dat is echt zo koud. Kijk maar, ik heb mijn slufjes. Ik kan ze wel niet dragen met kousen aan. Vanaf dat ik kousen draag, worden die veel te warm. Ik weet niet of dat komt. Maar ik wil ook geen zweetvoeten hebben. Dus ik ga mijn eerste douche. Dit is klaar, guys. Tasje thee. Ik weet het niet goed. Tasje thee, citroen en een broodje met hanaan. Hier moet ik het zien. En ik zit nog wat tv aan het kijken. Balkjes en tomatensaus. Hey guys, het is nu 9:50 en ik ga slapen. Oh my god, ik ben zo moe. Ik heb mijn trui nog aangehouden, het is koud. Het was vanmorgen 13 graden en ik heb mijn verwarming in mijn slaapkamer niet aangezet. Want het gaat nog kouder worden in de toekomst, dus ik kan het beter nu een beetje aan wennen. Slaap wel, guys. Hey guys. Oeh. Oh, het is bijna tijd om terug te vertrekken. Maar ik ga even mijn verwarming aanzetten en mijn gsm terug opladen. Want mijn oplader, ik heb die in de wasmachine gewassen en die is kapot. Dus ik kan mijn gsm alleen maar opladen via mijn computer. Oeh, het is koud, 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 koud. Oh. Je ziet aan mijn deur staan bellen, ik weet niet wie. Oh, dat is koud hier. Oh. Oh, dat is zo stom dat ik maar voor een uur mijn verwarming moet aanzetten, maar toch. Ik kan het toch wel doen. Dus ik kan mijn gsm opladen. Goedemorgen, guys. Happy Monday. Dinsdag. Dinsdag. Zijn we dinsdag vandaag? Happy dinsdag, guys. Oh mijn god. Oh mijn god. Het is echt een rare nacht geweest. Ik heb gewerkt. Ik zie juist mijn warme verwarming aan het aanzetten. Maar ik moest dringend naar de wc voor de verandering. Ik heb dat altijd. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Als het koud weer is, dat je veel binnen de wc moet. Als je... Ja, ik weet dat niet. Dat heeft toch wel iets met elkaar te maken, denk ik. In ieder geval, ik ben net thuis. Ik heb mijn verwarming aangezet. Ik heb eigenlijk nog honger. Dus ik ga gelijk gisteren een broodje maken. En ja, een theetje drinken, denk ik. Oh. Happy dinsdag, guys. Happy dinsdag. Ah, by the way, ik ben erin geslaagd om met mijn sloeven op naar het werk te gaan. En ik had dat pas zo druk op het werk zelf was. Oh mijn god, ik weet niet waar mijn hoofd zat gisteren, maar unbelievable. Dus ja, dat was niet zo goed. Oh, wacht, ik ga mijn gordijnen open doen. Het is toch al... Oh, wat lichter. Dus nu ga ik nog sowieso koudvoeten hebben. Oh, dat zakt echt, hè. Ik hoop dat die subiet droog zijn. Ik was het toch sowieso dragen, subiet. Want echt, het is te koud om met blote voeten rond te lopen. Allee, blote voeten met kousen rond te lopen.
Das war wel iets warmer dan gisteren, pees ik. Ik pees dat het nu 14 graden was. Ja, 14 graden en half. Dus we gaan een broodje in de oven steken. Of zou ik een yoghurt eten met cornflakes of zo? Dat is allemaal op zijn. Dat is een havermout. Oh, ik kan ook havermout eten, eventueel. Ik ga pasta maken voor vanavond. Een beetje pasta voor in mijn salade steken. Pasta met zalm. Oh, ik heb er zin in. Ik ben aan het zweven. Deze of deze? Wacht even, moet ik dan steken. Deze of deze, guys. Ik denk dat deze beter gaat zijn. Ah, wel. Ik ga mijn best doen. Ik ga deze pakken. Of spiraaltjes. Die zijn ook super lekker. Moet ik pakken? Nee, ik had de meeste gedacht blijven met deze. Mijn pasta is aan het koken. Ik ga me nu. Oh ja, sorry guys. Ik ga me nu gewoon douchen. Ja, ik ga me eens douchen. Oh. Vanavond is mijn laatste, dus yay! Daar ben ik 7 dagen vrij. Oh my god. So happy. Ja, ik pyjama aan en ik zit aan het eten. Een broodje met hesp. En een tasje thee. Nam 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 nam. Morgen guys, happy Wednesday. Het is woensdag vandaag en het is super hard aan het regenen. Ik weet niet hoe het kunt zien, maar oh. Het is verschrikkelijk buiten en het is nu iets van 7:55. Maar ik wil naar mijn brievenbus gaan, want anders is al mijn post nat en dat is zo gatelijk. Dus ik heb mijn kap opgezet en ik ga mijn moedbak, ik ga mijn sleutel zoeken en sprinten voor de brievenbus. Top in het pas, ik had geen post. Oh, wat verdomme. Oh. Maar we zijn 7 dagen vrij, guys. 7 dagen, yay. Oh. Ik ga mijn vuile sloffen aan die ik gisteren al buiten heb gedragen, maar ik kan me niet schelen. Mijn vuile stof. Oh. Halleluja, we zijn thuis. Even de verwarming aanzetten. Wat doet mijn t-shirt op de grond? Goed. Mijn t-shirt op de grond. Bijt voor vandaag havermout, melk en een beetje suiker. Ik ben naar Million Dollar Listing aan het kijken. Listing? I don't know, it's gonna fox. Hey guys, we gaan eens opstaan. Oh, het is 5 uur, het is tijd om op te staan en ik heb zin in donuts op een of andere manier. Waarom? I don't know, maar ik heb er gewoon zin in. Dus ik denk dat de Aldi open is tot 8 uur of zo. En ik heb een receptje gezien op Facebook om te maken. Het is kip met room, met spek en kip, room, spek en een kippenfilet. Dus misschien dat ik dat koek ga halen. Dus ik ga opstaan, mijn verwarming gaan aanzetten, mijn kleren aandoen en misschien dat Aldi gaan. En dan tegen de tijd dat ik terug ben is dat hier al warm. In mijn huisje. Ik denk dat het wel een strak plan is. Tot zo. Het is 16 graden, het is niet super koud hier. Dus ik ga mijn gat klaarmaken. En dan gaan we naar de rippel gaan.